Ja, de Italiaanse bal zoals beloofd. En dan lekker op een broodje. Ja. Broodje Italiaanse bal van de barbecue. Twee delen. We gaan een tomatensaus maken en we gaan een gehaktballetje maken. En beginnen met het gehaktballetje. We nemen een ei. Voilà, gaat ie. Plop, hierin. Dan hebben we paneermeel. Ik bedoel parmezaanse kaas. Zo, zal dat zijn. Parmezaanse kaas. Ja. Dat geeft er echt wel een mooie, lekkere, volle smaak in. Uitje. Dan knoflook, rood pepertje en peterselie. En ik gebruik graag altijd platte blad peterselie. Dat is wat krachtiger, hè? Vind ik wat krachtiger, ja. Inderdaad. Ja. Dus zie je die liggen, dan koop die. En de krul peterselie, nou ja, leg dat als een versiering op de appelmoes of whatever. Maar voor het koken vind ik dat wel het lekkerst. Zo. En inderdaad. Er zat gelukkig een dopje op. Doen we zo'n saus die ook aan de achtergrond klopt. Die moet er ook in. En ongeveer een. Nou, ik heb nu een eetlepel erin zitten. Dat vind ik lekker. En zo maken wij hem. Ja. Voordat we gaan kneden, natuurlijk even een beetje paneermeel. Ja. Ik dacht al, jullie zitten vast te denken: moet er geen paneermeel in? Jawel, komt erin. Nou, ik word hier heel blij van. Het ziet er mooi uit. Eitje. Ik word ook heel blij van dit te kneden. Ja, dat ik het doe. Ja, ja. Ja, maar breng ik lekker op smaak. Hè. Dat geeft dat wel. Dat geeft dat gehakt wel een hele mooie smaak. Ja, dit zijn. Dan kan je ook voorstellen dat straks hoe dat gehaktballetje gaat smaken. Erg lekker. Nou ja, dit is even kneden en een balletje maken. Dus ik ga dat even doen. En dan komen ze meteen weer terug. Zo. Nou. Heerlijk. Dat zijn ze geworden. De balletjes. Ja, deze doe ik nog even een beetje extra. Oké. Nou, met liefde gedraaid. Dan kunnen ze het barbecue. Best een soepballen trouwens hoor. Jawel. Maar ja, goed, we moeten een beetje vlees eten. Ja, dat is waar. Edwin, de ballen kunnen hier zo langs gelegd worden. Langs de skiloet. Indirect hier zo langs. Dan kunnen ze even aanzetten voor het eerste gedeelte. En dan gaan we in de tussentijd dat als we de Italiaanse gehaktballetjes aan het aanzetten zijn op de barbecue, gaan we de saus erbij maken. Beetje olie. Dan gaat de knoflook erin, Edwin. En hoor het al lekker pruttelen. Even roeren. Geur, lekker, hè? Geurtelevisie. Oh, ik zit erop te wachten. De nieuwste waanzinnig. Techniek. Geurtelevisie. Heerlijk. Ja. Heel goed, Edwin. Ja, en dan kan je nu de pepertjes bij doen. Pepertjes. Waar zit jouw werk niet trouwens? Nou, maar dit bevalt mij prima eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Geef maar aan. U draait. Oh nee, u vraagt, wij draaien. Ja, en dan kan de oregano. Oregano. Volgens mij zeg ik het op die manier helemaal goed. Oregano. Juist, mooi zo. En dan heb ik hier grote stukjes tomaatblokjes. Dat gaat erbij. Hoppakee. Now we're doing business. Het is tenslotte Italiaans, hè? Dus er moet tomaat bij. Zo, nou, sausje is klaar. Houd in de smiezer. En dan ondertussen gaan we de balletjes. En is de sausje al lekker warm en doorgegaan, dan en de balletjes van niet te halen, even de pan van het vuur. En lekker in de skillet. Hè. Skillet, één van mijn favoriete producten bij de barbecue om in te werken. Is echt lekker. Heb je niet? Zou ik zeggen, gewoon eens een keer eentje aanschaffen of mee gaan werken. Dan merk je hoe prettig dat ding is. Ja, en nu? Hij is klaar om. De ballen zijn klaar om te verhuizen naar de. Naar de pot. Daar gaan we een verhuisbericht doorgeven bij de KPN. Ja. Bent u bolletjes kwijt? Dit is natuurlijk heerlijk voor de smaakopname. Ja. Geweldig. En weet je, dit is natuurlijk ook. Wij gaan het natuurlijk op een broodje doen. Ja. Maar ik zie er hier ook al gewoon lekker spaghetti bij koken. En dan heb je Italiaanse gehaktballetjes met spaghetti. Nou, en ziet dit al. Traditioneel Italiaans recept. Ja. En ik vind het nog leuk ook dit. Ziet er toch mooi uit? Op je barbecueetje. Ja, helemaal geweldig. Dan skillet, die moet de deksel dicht. Ja, skillet, top ding. We wachten weer even. Nou, die balletjes die. Ja, gaaf weer. Gewoon lekker laten inkoken. Balletjes erin. Mooi geconstateerd sausje. Dus dat is de goede basis voor het broodje wat we willen gaan maken. Nee. Hij ziet er geweldig uit, Bastiaan. Ja, Eén stap naar voren. Ja, en weer hier die geur-tv. Hè. Het is toch jammer dat we dat.
Ja, dus ja, die tomatensaus smaak, ja, je moet de pan natuurlijk niet aanraken. Nee, dat is... Trust me, je doet het maar één keer. Ja, en daarom ook deze mooie handschoenen. Ja. Dat is belangrijk, goede handschoenen. Broodje, kom nu om de hoek kijken. Broodje. Ook Italiaans, hè? Ciabatta. Ja. Die snijden we even open. Mm-hmm. En wat we wel even doen, dat vind ik altijd lekker, even weer snel naar die barbecue. Oh, ik dacht een bord eronder, dacht ik. En even heel snel, ja. Even een grillsteentje. Ja, Sjaak zilver. Nou, ietsje een krokantje erop. Ja. En dan wordt het nu tijd om verder te gaan met het maken van het broodje. De balletjes gaan erop. En dan even kijken. Ja. Een uitdaging, hè? Zo. Dakdekken? Ja, nee, dat was ergens anders. Nou ja, maar dat is een ander filmpje van de hamburgers is dat. Dat is ook erg mooi. Mm-hmm. En dan gaat dit nog heel even terug op de barbecue. Kun je even smelten? Ja. Even weer indirect erop. Mm-hmm. En laat maar aan. Ja. Kan die mooi wegsmelten. Precies. Zo, kijk eens. Mooi gesmolten. Ja, en dan helemaal, is het... Helemaal geweldig. Oh, ik dacht dat er een lepeltje in zat, maar het is geen lepeltje, maar een vorkje. En dan als Finse touch. Een heel klein beetje zo. Beetje salsa erover. Salsa erover. Niet te veel. Mm-hmm. Voilà. En laat maar raden, een slaatje bla. Slaatje bla bij. Dat is meer voor het evenwicht, hè? Een beetje roekelaarachtige. Ja. Dat je van nog het idee hebt dat je wat groente binnen krijgt. En. Wabba. Nou. Toch een knap broodje geworden zo, hè? Ik kijk er nou al tegenaan dat ik denk, hoe gaan we die weer eten? Maar ja. Dat pakken we met een mes, neem ik aan. Ja, we zijn er weer een mooi stukje af. Als jij dat is een mooi stukje afsnijdt. Ja, ik doe het zelf, hè? Ik denk toch even. Ja. Niet dat je het anders in mijn vingers snijdt, ik heb het in je eigen vingers snijden. Precies. Zo. Nou, we gaan een hapje dan. Ja, daar gaan we. Een broodje. Italiaanse gehaktbal. Ja, lekker. Ja. Echt zo'n zaterdagmiddaggerechtje. Mm-hmm. Ja. Nou, het recept kunt u uiteraard hieronder lezen. Uw likejes zien we graag tegemoet, uiteraard uw reacties. Als u Italiaanse reacties geeft, ja, we verstaan geen Italiaans, zullen we Google Translate gaan gebruiken. Dus kan dan zijn dat er verkeerd vertaald wordt, hè, Google Translate. Dus whatever, probeer het Nederlands te houden. Ja. Parle Italiano, zie. Maar geniet van het balletje hiervan. Ja, geniet van het balletje. U kunt zich natuurlijk nog steeds gratis abonneren op ons YouTube-kanaal Fire & Food TV. Ik zou zeggen, eet smakelijk.